Welkom bij de volgende vlog van Knotten. Volgens mij zijn we nu bij vlog nummer 6. En wij hebben zin in de lente. Ja, we hebben echt zin in de lente. Dus wij hebben een sjaal gehaakt. En Leslie gaat even aan jullie laten zien hoe die eruit ziet. En dan gaan we straks laten zien hoe je hem maakt. Eerst, Leslie, wil je eerst het vest laten zien wat je aan hebt? Dat is onze Raglan Bernadette. Prachtig. Kijk hoe slank die op de rug valt. En nu wil het toeval. Dit is echt toeval. Dat die sjaal daar gewoon perfect bij kleurt. Kijk. Een superleuke outfit. Goed. Dan gaan we nu laten zien hoe die sjaal is opgebouwd. Want je begint dus met die prachtige Millicolori Lace en Socks Lace Luxe heet het, van Long Yarns. Daar zit zo'n glittertje in. En Leslie hield nu beet de bovenrand. Dat groene randje wat je ziet, dat haak je er later nog aan. Maar je begint dus met die opzetrand. Dan zet je, nou ja, dan moeten we daar even precies nakijken, maar zo uit mijn hoofd 85 stokjes op. Maar dat gaan we zo laten zien. En dan haak je dus eerst naar beneden die Millicolori Socks & Lace Luxe. En dan ga je verder met de Albuquerque Super Light voor een special effect. Wij houden van materialen combineren. En aan de zijkanten meerder je. Dus hij loopt schuin weg. Maar zoals je ziet, de opzetrand is al, nou, moet ik het inschatten, ongeveer een meter, Leslie? Ja, nee, ongeveer. Ja, ietsje meer zelfs. Ja. Dus, en dan ga je meerderen, waardoor je een soort maanvorm krijgt. En dan aan het einde haak je aan de zijkant weer hetzelfde patroon. Ja. Nou, dan maak je hem af met een randje met die met de wol, met de merino wol. En franjes. Ja, Francis houdt altijd van franjes. Dus. Goed, Leslie, wil jij zwaaien? Want dan gaan we zo weer verder. Tot zo! Yes. Welkom bij het volgende stukje. We gaan laten zien eerst, want ik zet altijd graag stokjes direct op. Dus je haakt drie lossen, heb ik al even gedaan. Dan steek je in die eerste losse in. En nu maak je een extra losse in feite. Kijk, je haalt hem alleen door die eerste lus. En daarna maken we het stokje af. Dus nog een keer. We nemen nu een steek op. Door die twee lusjes. Ik vind het altijd heel lastig om het langzaam te doen, maar goed. Dus we nemen hem op. We maken een extra losse. En we maken het stokje af. Kijk, nu wordt de draad dunner, maar dat is dus ook grappig, juist, om te gebruiken. Dan krijg je een grappig effect. Hier, nog een keer. We steken hem in. Pak hem op. Pakken nog een losse op. Dus eerst alleen door dat eerste lusje, om je opzetrand in feite te maken. En we maken het stokje af. Zo doen we dit 85 keer. 87. 87 keer, dankjewel Leslie. 87 stokjes. Hallo, we gaan nu, we hebben de opzet stokjes gemaakt. Kijk wat een mooi verloop, ik vind het echt zo mooi. Dus dat zijn er 87. En nu gaan we beginnen met de V-steek. De drie keer lossen aan het begin tellen niet mee als steek. Dus we maken een stokje in de eerste steek. De V-steek is in dit geval drie lossen. En maken weer een stokje in diezelfde steek. Dan slaan we één steek over, want we willen aan die zijkanten gaan meerderen. En doen weer een stokje. Drie lossen en een stokje. En dan gaan we twee steken overslaan. Dus we slaan die en die over. Slaan we over en dan de derde steek steken we in. Maar
maken een stokje. 3 lossen. En weer een stokje in dezelfde steek. Zie je, dan krijg je een V-vormpje. Het valt ook allemaal heel los. Dat is ook de bedoeling. Want het is een soort kamppatroon. En we slaan nu elke keer 2 steken over tussen de V-steken. Een stokje, 1, 2, 3 lossen en een stokje. Oh, wat prachtig die kleur. Kijk nu, dat paars valt op dat groen. Jongens, wat een genot. Dit is overigens zo is het ongeveer de opzet. Is echt wel een stukje meer dan 1 meter. We maken deze rij af. Op het einde slaan we ook weer 1 stokje over. En in de kantsteek doen we, of in het laatste stokje doen we ook weer de V-steek. En dan kom ik zo terug voor het volgende deel. Deel van dit patroon is een Francis schelp. Ik ben zo ijdel dat ik al dingen naar mezelf noem. Dus in die V die we gemaakt hebben, in de vorige rij, gaan we nu een half stokje haken, een stokje, een dubbel stokje, die duurt wat langer. Een stokje en weer een half stokje. Dus dan krijg je zo'n mooi rondje. Dus nog een keer een half stokje. Dus dan haal je hem in 1 keer door die 3 lussen. Bij het stokje sla je hem om, haal je hem door 2 en door 2. Bij het dubbel stokje sla je hem 2 keer om en haal je hem door 2, 2 en 2. En het stokje haal je door 2 en 2. En het half stokje in 1 keer door 3. Nog een keer. Het half stokje. Het stokje. Het dubbel stokje. Het stokje. En het half stokje. En kijk. Je gaat meerdere aan de zijkant en je krijgt een mooie boogjes. Dus dit is het voorbeeld wat we al gehaakt hadden, waar het patroon aan gemaakt is. We hebben nou gezien, we maken dus de V-steek en de Francis schelp. En dat was 22 rijen in die mille colori. Socks en Lace Luxe. Dan doen we nog hetzelfde patroon 8 rijen in de Alpaca Super Light. En dan maken we aan de zijkant precies weer hetzelfde patroon, maar dan in de Mille Colori Socks en Lace Luxe. Sorry. Dus we pakken eerst die V-steek op aan de zijkant. En haken dan weer de Francis schelp. Alleen hier gaan we niet meer meerdere. Dus hier loopt die gewoon recht aan de zijkanten. Oké, kunnen jullie het zien hoe de vorm dan wordt? Dus dit loopt gewoon door in een rechte lijn. En dit loopt door in een rechte lijn. En dan, als dat allemaal af is, ga je gewoon een randje met die merino eromheen haken. Voor een leuk accent. En maak je franjes aan de onderzijde. Dan is je sjaal af.